Getuf. Opeens zat er een hele klodder spuug op het voorhoofd van mijn broertje. Kwam van mij af. Maar, poeh, gelukkig sliep hij door. Ik zal je vertellen wat er gebeurde. Ik lag gewoon in bed en ik probeerde lekker te slapen, maar plotseling werd ik achterna gezeten op het speelplein door een meester bij wie er een groen druipslijm uit zijn oren kwam en op de plek van zijn nagels zaten slakken. Dat was natuurlijk een nachtmerrie. Toen ik wakker werd, was ik ongelooflijk blij dat ik niet door een monster opgegeten zou worden. Ik ademde langzaam in om mijn hartslag weer normaal te krijgen, want die was net een trampoline.